Joegoslavische verrassende finalisten. Het is ook haar eerste finale in tennisevenement, een WTA Tour tennisevenement of anderszins. Maresmo, voor haar is het haar vijfde finale van dit jaar. En u ziet daar de stand. Ze leidt, sloeg daar net een ace met 3-2 in de eerste set. Nog een keer daar die laatste opslag. Maresmo heeft gisteren fantastisch gespeeld tegen Martina Hingis. Als eerste geplaatst hier in Rome. Ze won met 6-4 en 7-6. Stond in de tweede set met 5-3 achter, maar wist toch te winnen. Jelena Dokic ontdeed zich knap van de Spaanse Conchita Martinez. Een gravelspeelster bij uitstek die dit toernooi al 4 keer op haar naam bracht. Spannende aangelegenheid dus voor met name de jonge Joegoslavische die hier pas voor de tweede maal speelt. Vorig jaar haalden ze de kwartfinale en won ze onder andere hier in Rome van de Amerikaanse Venus Williams. In onderlinge ontmoetingen staat het 1-0 voor Maresmo. Ze won vorig jaar, eind van het jaar, het toernooi van Moskou. Een indoor toernooi in 2 sets met 6-1 en 6-4 van de Joegoslavische. Jelena Dokic gaat serveren. 2-3, eerste set. Ze had overigens 2 breakkansen in de derde game, Dokic. Het zijn eigenlijk de enige bijzonderheden van die 4 games die u niet heeft gezien. Alles uit. En ze speelde het spelletje zoals ze dat ook gisteren tegen Martina speelde. Probeerde haar nog met wat tragere, hogere ballen uit haar spel te halen. Maar dat liet ze niet gebeuren. Fantastische bal. Maresmo sloeg die bal daar rechtuit. Of een cross, pardon, schuin. In plaats van rechtuit. Ja, en dan ligt natuurlijk het eigen veld helemaal open. Het is wat rumoerig om de baan heen. De game is voor Dokic. En het is 3-3. Je ziet de paraplu's worden uitgeklapt. Want het begint een klein beetje te spetteren. We hebben van de week tot nu toe goed weer gehad in Rome. Geen last van regen. Vandaag is het bewolkt. Maar de wedstrijd zal gewoon worden voortgezet totdat het punt daar is dat de baan glad wordt. Maar zover zijn we nog lang niet. Maakt de baan misschien wat trager, dat wel, dat vocht.
Ja, de backhand langs de lijn. Daar heeft ze gisteren ook goede zaken mee gedaan tegen Hingis. Ze durfden hem vaker te spelen en ze speelden hem succesvoller dan de nummer 1 van de wereld. Normaal gesproken toch ook een abonnementje heeft op die bal langs de lijn. Daar de ouders van Jelena Dokic en het 8 jaar jongere broertje, Savo. Oh, wat een plaatje van een bal. Ook dat kan ze. Dat heeft ze er in wezen ook bijgeleerd, Dokic. Slaat het liefst natuurlijk die hele harde slagen vanuit het achterveld. Vrij vlak, met weinig effect. En nu weet ze dat dan toch, dat ritme af te wisselen door zo'n korte bal. De zevende game van de eerste set gaat naar Amélie Mauresmo. En wij gaan heel even naar wat commerciële berichten. Zijn zo weer bij u terug met meer van deze finale partij. 4-3 staat het hier in het voordeel van Amélie Mauresmo. Finale van de Open Italiaanse Tenniskampioenschappen. En Jelena Dokic serveert. Prachtige rally, mooie lengte in de slagen. Fraaie spreiding bij de speelsters. Nee, ze verslaat zich op iets te snel omhoog. Stond niet helemaal in balans. En een ace van Dokic. Is nou maar iets meer tijd voor. En nog een ace erachteraan, de tweede van deze game. Als die tenminste wordt ingegeven. Mauresmo zag hem uit. Ja, hij wordt ingegeven door Javier Moreno, de Spaanse scheidsrechter. En ik dacht ook dat hij de lijn raakte. Ja, zeker wel. Schiet zelfs iets weg van die mid-service lijn. En zo is het 4-4.
Dan gaat Moresmo weer serveren. Moresmo die dit jaar de toernooien van Parijs won. Indoor-kampioenschappen Nice. Amelia Island in Amerika. En vorige week zondag won ze het toernooi van Berlijn in de finale van Jennifer Capriati. Ze heeft dus een geweldige start en is uiteraard een van de grote kanshebsters voor de titel op Roland Garros. Dat maandag 28 mei van start gaat. En uiteraard zijn wij twee weken lang bij u met rechtstreekse beelden van dat tweede Grand Slam toernooi van het jaar. Ook deze Dokic is natuurlijk bezig aan een uitstekende voorbereiding op dat Grand Slam toernooi. Een paar weken terug stond ze in de halve finale van het toernooi van Hamburg. En nu dus deze finale hier in Rome. Paraplu's zijn nog steeds opgestoken. Het spettert nog steeds. Dertig gelijk. Twee foutjes op rij van Moresmo. 4-4. Belangrijk punt. Moresmo die vrij vaak heeft achtergestaan in de wedstrijden dit toernooi tegen Angeles Montolio in de tweede ronde. Met 7-6 en 6-3. Maar had twee setpunten tegen in de tiebreak van de eerste set. En ook in de kwartfinale tegen de Argentijnse Suarez. Die ze won met 6-4 en 7-5 stond ze in twee sets flink achter. Maar boog dat dus om naar een positief resultaat. Die bal is ook weer uit. 40 gelijk. En een dubbele fout. En dat is geen prettig moment. Breekkans voor Dokic. Derde breekkans van deze eerste set voor de Joegoslavische. Als deze wedstrijd zou winnen, dan schuift ze op naar de 17e positie van de wereldranglijst. Nu staat ze op de 23e plaats. Voor het eerst in de top 20, haar hoogste notering. Bij verlies altijd nog een 22e plek, dus nog één plaatsje omhoog. Wallace is opnieuw uit. Tweede breekkans Dokic.
Moresmo, ongeacht de uitkomst van deze wedstrijd, zal ook één plaatsje stijgen naar de vijfde plaats. Maar dat is dan eveneens haar hoogste notering uit haar carrière. Ze gaat Monica Seles dan voorbij. Die bal is in. Enigszins riskant om zo te spelen. Ze zet de Dokic wel mee op het verkeerde been. Die is dan net uit. En nu komt Moresmo voor het eerst op game point. Vader Damir met baard. Kijkt wat zorgelijk. De coach van Jelena Dokic. Is echt geweldig, die backhand. Wat een plaatje van een slag. Niet alleen effectief, maar ook schitterend technisch om te zien. 5-4 Moresmo, eerste set. Jelena Dokic gaat serveren. 4-5, eerste set. Ze had zojuist twee breakkansen in de service game van Amelie Moresmo, die ze niet benutte. Haar derde en vierde breakpunt van de eerste set. Komt daar wat laat bij die bal. En die bal landt op de lijn. Gedurfd gespeeld. Dat heeft ze het hele toernooi gedaan. Cruciale momenten. En dit is er zo een. Toch gewoon voluit gaan. Durven slaan. Ja, hij zit aan de buitenkant van de lijn. Maar raakt de lijn wel degelijk. Het is 5-5. 15-30 was het. Dokic hield goed stand, ook mentaal. Je ziet dat het aardig gevoel is op het centercourt van het Foro Italico. Kleine 10.000 toeschouwers kunnen daar zitten. Thank you.
Oh, wat een prachtige bal zeg. Ze was al zo vrij hoe de Française die bal daar diep tegen de achterlijn aanplaatste. Deze bal. Kijk, ze moet daar achteruit bewegen, die dalende bal slaan. ...0-30 nu. En 0-40. En dit keer heeft Jelena Dokic drie breakkansen, drie breakpunten op rij. En ze breekt in de 11e game van de eerste set. Ze leidt met 6-5. Komt dus ook voor het eerst op een voorsprong in de eerste set. En gaat zometeen serveren voor de winst in de set. Dokic heeft zojuist geserveerd voor de eerste maal in die 12e game. Ze leidt met 6-5 en serveert voor de winst in de eerste set. Brak zojuist de opslag van Amelie Moresco. En is degene van de twee toch die het meest constant speelt. De minste fouten maakt. Moresco scoort dan weliswaar meer punten. Maar maakt dus ook meer foutjes. Oh, 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 wat is dit mooi. Zo gemakkelijk als ze die bal van richting verandert aan die backhandkant. Heel ver ingedraaid. De bal goed voor het lichaam te raken. Die harde, vlakke slagen van Dokic, die komen toch heel ver in het veld van Moresco, heel diep. Oh, en dat mislukt net, maar het was goed bedacht. Zeker bij zo'n stand kun je dat proberen. Moresco stond even op het verkeerde been. 30 gelijk, tweede opslag. En die profiteert meteen. En komt hier op breakpunt. Dat is jammer. En weer die backhand langs de lijn. En dit keer breekt ze terug. De eerste break voor Moresco van de set. Dat was zelfs het eerste breakpunt. En we krijgen dus een tiebreak. Française serveert als eerste. Is die bal uit? En hij is inderdaad uit. Het gebeurt ook onder de neus van de scheidsrechter, dus die hoeft niet van zijn stoel te komen.
Wat een bal, ongelooflijk. Allereerst dat loopvermogen van die Française. Wat een geweldenares. Prachtig hoe ze bij iedere bal op tijd komt. Daar nog eventjes wat vertraging inbouwde om zichzelf wat meer tijd te geven. En dan deze schitterende gehoekte bal. En wat een vorm steekt Moresmo. Hopelijk is ze niet te vermoeid als we straks beginnen aan het toernooi van Roland Garros. Gezien al die wedstrijden die ze heeft gespeeld de afgelopen week. En zij speelt ook geweldig hoor. Laat daar geen misverstand over bestaan. Voor het eerst hoorden we van haar in 1999 op Wimbledon. Toen ze daar in de eerste ronde verrassend won van Martina Hingis in 2 sets. Heel dik. Haalde de kwartfinale daar. En vorig jaar de halve finale. 3-1 nu voor Dokic. Die heel rustig blijft. Daar zit ze dan toch iets te laat bij. En 5-1. En er wordt gewisseld van kant. Wordt nu toch behoorlijk onder druk gezet door Moresmo. Vandaar de fouten. Het publiek roept Amélie, Amélie. Ze is erg populair in Rome. Nog één opslagbeurt op komst voor de Joegoslavische. Dus 1, 5 setpunten voor Jelena Dokic. Zes-3. 2 setpunten weggewerkt. Maar nu mag ze zelf serveren. Zoekt nog een bal. Thank you.
Ja, de ballen zijn zoek. Het blijkt dat dat net dat ballenmeisje bij het net ze bij zich heeft. Ja, de eerste set gaat met 7-4 in de tiebreak naar Jelena Dokic. En we krijgen hier dus zeker nog een hele spannende tweede set. We gaan er heel even uit. Je bent weer rechtstreeks verbonden met het Foro Italico. Maar we gaan beginnen aan de tweede set van deze finale. Van de Open Italiaanse Tenniskampioenschappen. Jelena Dokic die gaat serveren. Zij won zojuist de eerste set in de tiebreak. Tiebreak stand 7-4. Oh, ze mist hem. 40-15. En de eerste game van de tweede set is voor de Joegoslavische. Ik ben benieuwd of ook de fysieke conditie van Moresbo toch niet wat aan de slijtage die onderhevig is. Ik kwam daar niet helemaal goed uit bij die korte bal. Dit was ook een soort van repareren met de onderarm. Dat lukte niet meer. Ja, die backhand die blijft zo goed lopen. Kijk eens waar dat racket vandaan komt. Bijna van de andere kant van haar lichaam. Zo ver draait ze in. Dat betekent dus ook dat de tegenstandster ons op het allerlaatste moment ziet waar die bal naartoe gaat. En ze met diezelfde beweging rechtuit, dus ook schuin kan spelen. Dubbele fout. De tweede van Moresmo. Ze stopte met spelen, dacht dat die diepe bal van Dokic uit was. Maar claimt nu niet een heroverweging door de scheidsrechter. Dat zijn lekkere punten voor de Française. Eén klap en het punt is binnen.
En ze wint haar service game. En zo is het dus 1-1. Ja, ze wint het punt, maar die bal die ze in één keer nam aan de zijkant van de baan, die leek mij uit te gaan. Zo kan het ook natuurlijk. Deze bal. De derde is... De derde game gaat naar de Joegoslavische. Ze leidt met 2-1 in de tweede set en met 1-0. Moresbo serveert 1-2, tweede set. Tweede opslag. En dit keer lukt het dropshot, maar het net. Werkte daarmee. Kijken of die bal even moest nadenken of die wel of niet aan de andere kant van het net zou vallen. Ja, daar komt ze toch heel moeizaam bij die bal, Moresbo. 3 breekkansen op rij. Dokic. Dubbele fout. En de break is binnen voor de Joegoslavische in de vierde game van de tweede set. Breekt ze. Moresbo een klein beetje uit de concentratie, maar ook nogmaals. Ze maakte een wat vermoeide indruk. Gisteren tegen Hingis had ik ook al bij vlagen de indruk dat het moeizaam ging, maar ze heeft zich daar fantastisch doorheen geknokt. Door die moeilijke momenten blijft recht overeind. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Maar om dat nog een keer te doen in deze finale is misschien toch iets te veel gevraagd.
Ja, en het engeltje zit dus duidelijk op de schouder van Jelena Dokic. En ze kan het goed gebruiken, dit punt. Daarnet die backhand langs de lijn. Was onnodig dat ze die in het net sloeg. Nu dan toch 30-15. En een goede opslag. En op naar de 4-1 voorsprong. En het is 4-1 voor Jelena Dokic. Het gaat in één keer snel. Er komen wat fouten van de kant van de Française. Wij gaan weer eventjes pauzeren. Amélie Mauresmo staat klaar om te gaan serveren. 1-4. Tweede set. De break kwam in de vierde game. Het voordeel van deze Jelena Dokic. 18-jarige Joegoslavische. En nu mist ze ook die backhand die zo goed liep. Waar ze toch eerder in de wedstrijd flink wat punten mee gescoord heeft. En ook heeft kunnen leunen in het spelen op positie vanuit het achterveld. Wat late reactie van de lijnrechter. Gelijk. En weer moet ze gaan uitkijken voor deze service game. Oh, en dat is zonde zeg. Ze kan hier in wezen de genadeslag toedienen aan Mauresmo in deze game. Als het hoofd er goed bij houdt, maar zenuwen zullen bij haar toch ook wel spelen. Ten slotte is het pas haar eerste finale in haar carrière. Vanaf 1998 is Dokic professional. Ja, dat doet ze weer heel goed. De bal is in. De bal is in. Even het vuistje gebald. Valt daar vlak voor de achterlijn. Mauresmo was onderweg naar voren. Die verwachtte een korte bal. Breekpunt Dokic. En ze breekt voor de tweede maal. En brengt zichzelf op een hele, in een hele comfortabele positie. Omdat ze nu in wezen twee keer, als het nodig mocht zijn, kan gaan serveren voor de winst. Maar misschien is het maar één keer. We zullen het zo meteen gaan zien. Vrij ingetogen speelstertje. Terwijl we daar kijken naar Adriana Panatta. Corrivé uit het verleden en toernooidirecteur. En ik denk dat Dokic hier recht gaat aanstevenen op
een overwinning. Maar dan krijg je de bekende alles of niets situatie nog eventjes van de verliezende speelster. Twee wedstrijdpunten voor Jelena Dokić nu. Was de eerste dubbele fout. Moeten de zenuwen zijn. Oresmo heeft natuurlijk vaker met het bijltje gehakt. Maar voor haar is dit de eerste keer. Daar het hondje van Amelie Moresco. Labrador pup. De bal is uit. Dokić wint haar eerste titel uit haar carrière. En notabene hier in Rome. Dat is natuurlijk een geweldig moment voor haar. De 18-jarige Joegoslavische versloeg hier in de halve finale gisteren. Viervoudig winnares Conchita Martinez. En nu dus Amelie Moresmo die al vier titels dit jaar wist te winnen. Dokić, de nieuwe Italiaanse Open kampioene van 2001. Ze wint met 7-6 en 6-1 van Amelie Moresmo. En dat betekent dus dat Dokić zal gaan stijgen op de wereldranglijst. Dat ze schuift naar de 17e plaats van die wereldranglijst als die op maandagmorgen dus opnieuw uitkomt. En dat is haar hoogste notering uit haar carrière. Maar wat heeft ze fantastisch gespeeld. Het was verdiend die eerste setwinst die ze in de tiebreak won met 7-4. Omdat zij degene was die als eerste de breekpunten creëerde. De meeste breekpunten ook in de eerste set. En dan betaalde zich dat uiteindelijk toch uit in setwinst. Van haar gaan we vast en zeker ook het een en ander horen. En misschien al heel snel bij die Open Franse tenniskampioenschappen. U kunt vanavond nog een keer kijken naar deze wedstrijd om 11:45. En ook morgen nog een keertje genieten van de fraaie slagenwisselingen. En dan natuurlijk op maandag 28 mei beginnen we met het toernooi van Roland Garros. Twee weken lang op Eurosport. Live dagelijks. We zijn er helemaal bij met 's avonds nog een hoogtepuntenprogramma van een uur. Dus mocht u overdag aan het werk zijn, dan kunt u in ieder geval 's avonds nog bijgepraat worden door de collega's over de gebeurtenissen van die dag op Roland Garros. Hier nog even wat fraaie plaatjes van de wedstrijd. En wij gaan ermee ophouden. Ik dank u heel hartelijk voor het kijken. En wat mij betreft heel graag tot de Franse Open kampioenschappen. Tot 28 mei, maandag dus over een week, in Parijs. Bye bye.